Ready to have some fun? Let's do it. Welkom bij de Makers Podcast. Gesprekken waarin je alles hoort over leven en ondernemen in kunst en cultuur. Mijn naam is Diede Vonk en in deze korte video zie je een paar highlights uit mijn gesprek met Lieke Anna. Ze is visueel artiest en gebruikt het medium fotografie om verhalende zelfportretten te maken. Kijk of luister de hele aflevering vanaf donderdag 26 november op YouTube, Spotify en alle podcastkanalen. Voor mij is fotografie altijd een manier geweest om een soort van kijk te kunnen krijgen op die emoties en om daar uiting aan te geven. Het is een soort van therapeutische werking, zou je het bijna kunnen noemen. Ik ben ook altijd gefascineerd geweest door dingen die in je hoofd gebeuren, die hebben nog geen beeld. Je kunt dus maken wat jij daarbij voelt, hoe jij dat wil neerzetten. En het interessante daarvan is dat iedereen dingen meemaakt en voelt en denkt. En door daar iets van te maken, geeft dat mij rust. Dus ik kon daardoor uiting geven daaraan. En dat heb ik eigenlijk vanaf denk mijn 16e, 17e al gedaan. Wat tof, wat bijzonder ook dat dat er gewoon echt al zo vroeg erin zat. Dat je merkte van oké, ik kan fotografie daarvoor gebruiken om dat vorm te geven. En dus ook voor jezelf bijna een therapeutische werking. Hielp het jou dan om die gevoelens beter te begrijpen? Of om, ja, hoe hielp je dat? Zeker, omdat ik ben iemand die ontzettend veel nadenkt en heel vaak dezelfde rondjes in mijn hoofd loopt. Door er iets van te maken kan ik eigenlijk bijna met een soort van bird's eye view kijken naar wat er gebeurt. En mijn eigen verhaal en mijn eigen denkpatronen een soort van lezen in het beeld. Oh ja, dat je opeens ziet van, oh, hier gaat het om of zo. Of dat het opeens helderder wordt ook voor jezelf, waar je eigenlijk mee zit. Precies, soms onbewust gaan er dan toch dingen in zitten die wel in mijn hoofd zitten, maar waar ik nog niet zo bewust van was. En door dat dan te maken, komt dat wel aan het licht. Ik heb echt heel lang geroepen, nee, mijn werk gaat niet over mij. Ja, dat las ik. Ja, dat vond ik wel interessant. Ja. Het is niet autobiografisch wat ik doe. En dat is natuurlijk een uitspraak uit angst. Want waarom riep je dat? Nou, als mensen dan iets van jou vinden, of van je werk vinden, dan vinden ze dus ook iets aan jou, want jij hangt je persoon aan het werk. En ik denk dat dat iets is waar, als ik het met vrienden die ook in de creatieve sector werken over heb, wij zijn zo verbonden met ons eigen werk, dat het soms moeilijk is om jezelf, je eigen ik, los te zien van het werk wat je maakt. Ook al is het jouw innerlijke wereld, ook al is het een zelfportret, dan nog probeer ik dat wanneer het beeld af is en ik gooi het de wijde wereld in, dat het dan ook een stukje van het publiek is. Zoals een theatermaker een voorstelling geeft aan een publiek, geef ik mijn beelden ook aan een publiek en die mogen daaraan vinden wat ze zien. Ja, want die zullen er misschien weer totale andere herinneringen, ervaringen aan koppelen. Ja, en dat is het mooie van kunst. Ja. Weet je, ik maak natuurlijk iets doordat ik een bepaald rugzakje heb en ik heb een bepaalde kijk en visie op de wereld. Maar doordat jij uit een ander milieu misschien komt, andere dingen hebt meegemaakt, kijk jij ook anders naar die beelden. Het mag ook best een moeilijke weg zijn. Mm-hmm. Dat is geen populaire uitspraak die ik hier doe. Maar ik krijg wel eens de vraag van, heb je tips? Hoe kom ik waar jij bent? En ik zeg dan vaak ook van, ja, je moet gewoon 10 jaar lang doorknokken. Mm-hmm. Je krijgt het niet op een presenteerblaadje. En gelukkig ook. Ik denk dat al die lessen die je leert gaandeweg, hè, de tegenslagen, het vallen en opstaan, met je neus tegen deuren aanlopen, toch te weinig geld vragen voor wat je doet, afspraken die je nagekomen worden, dat de momenten zijn die je nodig hebt om te leren en groter te worden. Dus het is een lange weg. Je hebt een lange adem nodig. Maar als je echt passie hebt en je hebt een vuurtje in jou en je kan niet anders dan dat maken, dan kom je er. De brutalen hebben ook echt de halve wereld. Ik heb altijd gedacht, als je op een gegeven moment op een bepaalde plek bent, dan komen de opdrachten en de publicaties naar jou toe. Terwijl ik ben gewoon heel erg van het heft in eigen hand nemen en op zoek gaan naar wat past bij jou. Welk platform past bij jou, spreekt dezelfde taal? Welke opdrachten passen daarbij? En daarin juist heel erg proactief zijn. Dus niet achterover gaan leunen en wachten tot dingen naar jou toe komen. Maar daarin echt wel vechten voor wat je wil neerzetten en wat je belangrijk vindt. Maar het moet wel oprecht zijn. Weet je? Het is nu zo, ik ben bezig met een nieuwe fotoserie. En daarin denk ik dat bepaalde organisaties daar heel goed bij zouden passen. Ik weet nog toen ik afstudeerde dat ik dacht, en nu? Wat gaan we dan nu doen? Hoe moet dit? De zoektocht naar wie je bent en wat je doet, dat ook in je werk mag zitten. Ik vind dat wel een heel interessante. Ik ben een perfectionist. Ik kan altijd blijven sleutelen aan dingen en het zal nooit goed genoeg worden. Ik heb een diep gewortelde overtuiging dat alles wat ik doe nooit goed genoeg zal zijn. Terwijl niet goed genoeg is goed genoeg.
En dat is iets waarvan ik had gewild dat mij dat advies was gegeven van... Maar het is goed wat je doet. Deel maar gewoon. Ga maar gewoon op je bek en zie wat er gebeurt. Blijf experimenteren. Blijf doen. Blijf delen. En ga ook dat gesprek aan. Zoek gelijkgestemden om je heen. Benader mensen die misschien een stapje verder zijn dan jij. Want zij vinden het hartstikke leuk om vragen te krijgen en jou te helpen. Durf meer. Probeer die angst opzij te zetten, want het is in jouw hoofd vaak veel groter en belangrijker dan dat het voor een ander ooit zal zijn. Ik denk als ik die angst eerder opzij had kunnen zetten, dat ik meer had gedurfd en nog meer van mezelf in mijn werk had kunnen leggen. Wat ik nu probeer te doen, is om het nog authentieker en dichter bij mezelf te houden. Want ieders verhaal is het waard om op wat voor manier dan ook verteld te worden. Als iemand dat dan tegen jou gezegd zou hebben als je net afgestudeerd was, had je dat geloofd? Tuurlijk niet. Nee, want je hebt de jaren nodig om daar zelf achter te komen. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om mensen of dingen in je omgeving te hebben die dat bevestigen en die jou dat gevoel kunnen geven. Op een veilige manier. En door die angsten heen te breken en het toch gewoon te doen. Ook al vind je het soms super eng. Als jouw vuurtje groot genoeg is en je hebt passie ergens voor, ga ervoor. Want wat heb je te verliezen? Zeker aan het begin van je carrière, je hebt niks te verliezen. Dat was het voor deze video. Dank voor het kijken en vergeet niet de hele aflevering te beluisteren met nog veel meer moois. Vond je dit een tof gesprek? Dan kan je de podcast steunen via petje.af/demakerspodcast.